onwijs leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een nieuw soort video op mijn YouTube kanaal. Ik heb namelijk een aantal dingen besteld bij AliExpress en ik dacht ik laat het aan jullie zien. Helaas wacht ik nog wel op één pakje met een zonnebril erin. Maar ik ga bijna op vakantie, dus ik wil deze video gewoon voor jullie opnemen. En mocht hij nou nog binnenkomen voor mijn vakantie, dan zien jullie mijn vakantievlogs. Zo niet, dan zie je hem gewoon lekker in mijn volgende AliExpress shoplog, want ik ga er vast meer maken. Mocht je er nou zin in hebben, doe dan vast een duimpje omhoog en dan ga ik snel beginnen met de items. Ik ga beginnen met een item dat redelijk tegenviel. Hier zien jullie hem. Het is een hele mooie strandhanddoek. Zo'n ronde strandhanddoek wilde ik echt al tijden hebben. En ja, ik heb uiteindelijk volgens mij gewoon niet zo goed gelezen. Want ik dacht dus dat het echt gewoon een strandhanddoek was. Maar ik weet niet of jullie dit kunnen horen. Dat is het echt niet. Het is verder wel echt heel erg mooi qua print. Ik vind de kleuren wel net iets minder mooi overkomen in het echt dan dat het op beeld overkomt en ook op de advertentie. Maar het is dus echt zo'n vies zweetstofje. Dus dit ga ik echt niet meenemen op vakantie, want ik zweet meer op kapot. Ik vind hem wel heel mooi als bijvoorbeeld achtergrond hierachter op de video's of voor productfoto's, dat soort dingen. Maar ik vind hem, nee. Het is geen strandhanddoek, dus dat viel me wel een beetje tegen. Meer een soort picknickkleed of iets dergelijks. Hij is wel echt, kijk nou hoe tof. Ik ben er echt wel verliefd op qua hoe hij eruit ziet, maar het is niet wat ik verwachtte. Ik heb als het goed is trouwens ook de prijs en de tijd die erover heeft gedaan om hier te komen bij de foto geplaatst. Dus als je dat wil weten, ik zet het gewoon allemaal in beeld, want ik weet het allemaal uit mijn hoofd niet. Ga ik verder met het duurste item van allemaal en dat is dus een MacBook case. Hier zullen jullie hem zien en deze was ook het snelste hier zo. Deze was er op mijn verjaardag, dat is een soort van verjaardagscadeautje voor mezelf. En jullie hebben hem kort in de vlog al kunnen zien, maar dit is hem. En mijn MacBook zit erin, dus hij is een beetje zwaar zo. Maar hij heeft dus ook aan de onderkant nog met die ventilatiegaatjes en zo. En ik dacht eerlijk gezegd dat het alleen de bovenkant zou zijn. Maar je knikt hem dus aan allebei de kanten eromheen. Het is in ieder geval heel erg goed omheen geknikt. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien zo. Zo kan je het wel een beetje zien. Hij zit dus echt eromheen geklikt. En ik vind hem er gewoon heel erg tof uitzien. Het is wel gewoon plastic. Het is hard plastic. Ik weet niet of je het kan horen. Maar het is wel gewoon heel erg mooi en stevig. En het zorgt er gewoon voor dat mijn MacBook een stuk minder snel vies wordt. Want ik heb hem natuurlijk bijna iedere dag mee naar school. Tenminste, ik had hem iedere dag mee naar school. Ik heb hem nu natuurlijk naar vakantie. Ik ben nog steeds niet gewend aan het idee. Maar goed, het zorgt er dus echt voor dat mijn MacBook net wat schoner blijft. Want het was altijd zo dat de voorkanten van die vieze zwarte vegen kreeg. En dat gebeurt nu niet. En hij ziet er gewoon heel erg mooi en chic uit. En ik kreeg heel veel vragen hiernaar. Iedereen vond hem heel erg tof op school. En als ik dan zeg dat ik hem gewoon bij AliExpress heb besteld, dan keken ze me echt aan van, wat? Dus ja, heel erg blij met deze. Ga ik verder met iets wat een beetje onzinnig is. En jullie kunnen het hier nu al zien. Maar ja, ik weet niet. Ik wil het gewoon hebben. Het is namelijk deze flamingo floaty. Jullie konden het eigenlijk al zien, dus ik weet niet waarom ik het nu nog zeg. Maar deze is zo schattig. En hier kan je dus zo in het midden een drankje inzetten. Dus gewoon een blikje of een glas of zo. En dan kan hij zo naast je in de zee of in het zwembad gewoon dobberen. En hij is gewoon echt super cute. En ik vind hem ook voornamelijk gewoon voor Instagram foto's en zo leuk. En dat was volgens mij echt rond de 1 euro of zo. Dus ja, daarvoor vond ik hem gewoon heel erg tof. Dus deze gaat mee op vakantie. Dus die zien jullie vast op mijn Instagram verschijnen. Of hebben jullie al zien verschijnen. Want op het moment dat jullie deze video zien, ben ik op vakantie. Dus mocht je me niet volgen op Instagram, mijn gebruikersnaam en zo staan in de beschrijving. Er zijn als het goed is allemaal hele mooie vakantiefoto's op het moment. Inclusief met dit ding. Dan heb ik telefoonhoesjes besteld, want volgens mij bestelt iedereen op AliExpress telefoonhoesjes. En nu snap ik waarom. Dit is de eerste, een hele schattige met ja, allemaal fruit erop. Ik heb hem hier in mijn handen en ik zal even mijn telefoon erin stoppen, want dan kunnen jullie het net wat beter zien. Zo ziet hij eruit om mijn telefoon heen en hij zit er gewoon echt goed omheen. Gaat ook over de knopjes heen hier zo. En ja, ik vind hem heel schattig. Hij heeft hier ook een beetje van die stippeltjes. Hij heeft gewoon kwalitatief goed. Het is gewoon zo'n flexibel hoesje. Dus ja, heel erg leuk is deze en ook lekker zomers. En als tweede telefoonhoesje bestelde ik deze met een soort van, ja, zeemerminnenstaart of dolfijnenstaart. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen. Dat is deze en ook die doe ik eventjes om mijn telefoon heen. Deze voelt net iets steviger, maar is wel ook gewoon flexibel. En zo ziet hij eruit. Ik vind hem echt heel erg tof. Ze zijn dus allebei een beetje doorschijnend, waardoor je je iPhone kan zien. En ja, ik vind die staart hier gewoon echt heel erg mooi. Ook deze gaat weer over je knopjes heen. Deze heeft iets, ja, hardere afwerkingen zeg maar bij de knopjes en hier zit bij je home knop. En verder kan je gewoon, kijk, heeft hij zo'n dingetje hier aan de onderkant waarmee je ook kan voorkomen dat er stof in komt. Dus dat is ook wel een extra mooi iets van deze. Dat heeft die andere niet. Dus deze vind ik ook heel erg tof.
En als allerlaatste item ook weer een lekker zomers item. En dat zien jullie hier. En dat zijn dus enkelbandjes. Ik dacht dus dat het er één zou zijn, maar het zijn er inderdaad twee. En ik heb hem hier eentje. En ze zijn echt onmogelijk om te laten zien. Ook onmogelijk om op te ruimen trouwens. Want ze gaan echt abrupt in de knoop. Zo ziet hij eruit. En hij heeft dus hele mooie blauwe details. En verder is die zilver. En al deze bandjes gaan dus over je enkel heen. Echt heel erg mooi. En ik kreeg er dus twee voor de prijs die jullie net zagen staan. En eentje was wel een probleempje mee. Er was namelijk zo dat een van die kettingjes die zat verkeerd om. Dus die zat zeg maar eromheen gedraaid. En ik heb zitten peuteren. Mijn moeder heeft zitten peuteren. Maar het was gewoon een foutje denk ik. Kan natuurlijk gebeuren bij dit soort Aziatische webshops. En toen heeft mijn moeder dus eventjes zo'n schakeltje losgemaakt. En aan de andere kant weer vastgezet met een tangetje. Toen was het gewoon prima. Dus ja, voor dat geld vind ik dat eigenlijk niet zo'n probleem. Oftewel, van alle items die ik nu binnen heb, was eigenlijk alleen het strandlaken een klein beetje een teleurstelling. En dat was eigenlijk alleen maar omdat ik er zelf niet goed naar had gekeken. Want ik heb later gekeken naar het product en het stond er ook inderdaad bij de stof bij dat het absoluut geen badstof was. Ik weet niet meer wat het wel was, maar in ieder geval zo'n zweetstof. Dus het was gewoon een beetje mijn eigen probleem. Oftewel, ik ben heel erg blij met mijn aankoopjes. Het was allemaal echt bijna geen geld. Alleen die laptop ding was een beetje wat duurder, maar op zich, daar krijgen we echt wel een heel tof ding voor terug. En iedereen is er jaloers op. Ik vind hem ook echt heel erg mooi. Mocht je dus nog op zoek zijn naar zoiets, kijk even op AliExpress. Laat me vooral even weten of jullie meer van dit soort video's willen zien van mij. Doe dan ook even een duimpje omhoog, want dan kan ik het nog extra zien. En ja, dan was dit alweer mijn allereerste AliExpress shoplog. Mochten jullie de items in actie willen zien, kijk even op mijn Instagram. Dus ja, vergeet je ook zeker niet te abonneren. En dan zie ik je hopelijk bij mijn volgende video weer terug. Doei doei!